Hoi, welkom op mijn YouTube kanaal. Mijn broeder die vroeg mij of ik deze versterker voor hem wilde repareren. Nou vraag je je bij sommige versterkers af of het nog wel waard is om ze te repareren. Maar hij had er een specifieke reden voor, dus heb ik hem mee naar huis genomen en ik heb hem beloofd dat ik ernaast zal kijken. Dus dat gaan we doen. Voor ik de versterker openschroef, ga ik eerst maar eens kijken of ik de service manual kan vinden. Ik krijg wel eens vragen over die service manuals en over de schema's die ik gebruik en hoe ik eraan kom. En meestal is het gewoon een kwestie van googlen. Kijk, nu ook weer Philips FA154, dat is het type van de versterker. En dan PDF erbij. Nou, de eerste hit die ik vond, dat is deze. En dat is dus bij Hi-Fi Engine. En die willen dat je eerst lid wordt van hun website voordat je kan downloaden. Dus helaas kan ik hem niet downloaden nu. En de tweede website, dat is deze, Untitled Vintage Hi-Fi. Dat is een link direct naar een PDF toe. Als ik die open, dan heb ik de service manual gevonden. Het is zo te zien een ingescande manual. Het is wel de juiste versterker, dat is erg fijn. En ik heb een beetje een idee hoe de versterker werkt en wat we tegen gaan komen, misschien. Hier zien we de ingangen, de tape-ingang, tape-uitgang, de tuner-ingang, cd-ingang en de plaatsspeler-ingang. Nou, die plaatsspeler die gaat gelijk eerst naar zijn eigen kleine voorversterkertje om het fonosignaal op lijnniveau te krijgen. Dan zijn hier de schakelaars getekend en die schakelaars dat is dus de ingangskeuze. Dus op dit lijntje hier hebben we straks het signaal staan wat we hebben gekozen met die schakelaars. En dan zit hier een loudness circuitje voor de loudness schakelaar. En dan hebben we hier gelijk erachteraan de volumepotmeter. Dat is deze. Nou, daarna komt de balanspotmeter. En dan gaan we een circuitje in voor de equalizer. Hier zien we die potmeters 1, 2, 3, 4 en 5 voor 16 kHz en 4 kHz, 1 kHz. 250 Hz en 63 Hz. Wat dit ding is, dat weet ik nog niet helemaal zeker. Dat hoop ik zo meteen te gaan uitvinden als we hem openmaken. Ik dacht eerst dat het een chip was, maar ja, ik zie helemaal geen nummer erbij staan wat het dan is. Hier staat wel 1701, maar bij het andere kanaal staat er dan 1702. Nou, ik geloof niet dat het... of het is één chip met twee delen. Nee, is het ook niet. Dat zie je aan de pootjes, aan de nummertjes. Hier nummer 4, 7 en 8. En hier ook 4, 7 en 8. Dus dat is het niet. Het is in ieder geval het circuit voor de equalizer. Nou, dan de volgende bladzijde naar de uitgang van de equalizer. Hier dus. Dat is de uitgang hier. En dan gaan we hier eigenlijk de eindversterker in. Dat is dit ding helemaal. Een klein beetje staat er op de volgende pagina nog. Hier zit een chip voor de voorversterker. Dat is dit ding, dat is de AN7060. En dan komt de transistor eindversterker. En het uitgangssignaal dat komt hier uit. Dit lijntje. Met die spoel. Nou, dat is het uitgangssignaal. En als ik even inzoom, dan zie je dat hij hier aftakt van een of andere weerstand met een middenaftakking. Dus die gaan we zo meteen even bekijken ook nog. En dan zien we ook gelijk de terugkoppeling hier. En die gaat hier ook. Naar ingang 2, naar die verschilversterker hier, voor een terugkoppeling. Nou, hier zien we dus 40 volt en hier 41 volt op de eindtrap. Dus zometeen gaan we ook meten of die spanningen aanwezig zijn. We zagen eerder al hier plus 23 volt en min 41 volt. Al die dingen gaan we zometeen meten. Dan gaan we naar de volgende pagina voor het laatste stukje van de eindversterker. Hier zagen we weer die spoel aan deze kant. En dat is dus de uitgang. En die gaat hier zo via de hoofdtelefoonplug gaat die naar de luidspreker klemmen. Of als je er een hoofdtelefoonplug in stopt, dan gaat die dus naar de hoofdtelefoonuitgang. En dan worden deze dus losgekoppeld. Hier nog een circuitje voor ledjes die gaan branden. Als je voor cd kiest of voor tuner of voor fono. Dat geloven we wel. Dan hebben we hier de voeding. Hier komt de netspanning binnen. En aan de secundaire kant hebben ze een wikkeling van 60 volt met een middenaftakking. Dus 2 keer 30 volt. Gaat door de fuses heen naar een gelijkrichtbrug.
En aan de plus hebben ze dan natuurlijk met wat afvlakking hier ook, hebben ze dan, als het goed is, plus 40 volt, waar staat die? Hier, plus 41 volt. Dat is deze dus. En bij de min van de brug, dat is hier ook, gaan ze dus naar de min 41 volt. Nou, er worden nog veel meer spanningen gemaakt. Hier heb ik 30 volt wisselspanning, 41 volt, 16,5 volt, min 41 volt, min 16 volt. En dit stukje hoort er ook nog bij, dit gedeelte hier. 6,5 volt en dit ook, plus 23 volt. Nou, wat kan er allemaal stuk zijn? Nou, natuurlijk kan die voeding stuk zijn. Dat gaan we zo meteen eerst controleren. En daarin zitten geen rare componenten, dus dat zou fijn zijn als die stuk zou zijn. De volgende grote verdachte is de eindtorren. Deze dingen dus, dat zijn toch echt de vermogensdragers. Dus die zouden wel stuk kunnen zijn. Dan is het volgende deze chip. En ik hoop niet dat die stuk is, die voorversterker. Want dan moet ik op zoek naar die AN7060. Maar hij is nog wel te koop. En het laatste zou eigenlijk kunnen zijn hier deze opampjes in dit circuitje. Maar ik weet dus nog niet wat dit is. Dus dat gaan we uitzoeken. We gaan hem openmaken. Ik denk dat ik eerst even met de compressor wat stof hier uit moet blazen. Want het is een beetje een vieze bende. Nu kunnen we mooi die componenten even terugvinden. Hier de ingangen. Met het kleine versterkertje voor de platenspeler. Dan hier die keuzeschakelaars die we hiermee bedienden. Daaronderin zien we nog de loudness schakelaar. En dan gaan we hier naar de potmeter voor het volume. Nou, hierop zit de potmeter voor de balans. Die kunnen we nou niet echt goed zien. En hier zitten die twee voorversterkers, die twee chips die ik noemde. En ik zei nog dat er in de equalizer nog een speciaal component zat waarvan ik niet helemaal nog zeker was wat het was. Maar het zijn dus twee subbordjes. Hier zit er eentje. Heel dun wit bordje. Hier nog eentje. En als je daar langs kan kijken, dan zie je dus dat daar SMD componentjes op zitten. Dus dat is eigenlijk een custom bordje. Rechtop gezet om wat ruimte te besparen. Ik hoop niet dat we die moeten gaan onderzoeken. Maar we gaan het zien. Hier de voeding. De transformator van de voeding. Deze twee kleine zwarte potjes hier. Dat zijn de fuses, de zekeringen. Hier de gelijkrichter. Onze grote afvlak elko's hier. En hier gaan we naar de eindversterker. Met die weerstanden met die middenaftakking hier. Dat zijn die dingen. Hier die spoeltjes die ik heb genoemd. En dit zijn de uitgangen van de eindversterker. En die gaan dus naar de schakeling van de hoofdtelefoon hier in de hoek. En die dunne draden hier, die zwarte en die bruine. Dat is de verbinding naar de luidsprekerklemmen uiteindelijk. Dus dat is wel leuk om te zien. Als wij onze box aansluiten, dan willen we minstens 2,5 kwadraat gebruiken. En in de versterker loopt het gewoon door deze A-paadjes. Hele dunne koperen draadjes. Het eerste wat we gaan doen is de spanningen meten van de voeding. Want als die niet aanwezig zijn, ja, dan kunnen we het ook net zo goed stoppen. Dan is dat natuurlijk het probleem. Ik heb het schema erbij en ik heb hier het onderdeel van de voeding. Hier de transformator en de gelijkrichtbrug. En de grote afvlak elko's. En hierboven nog een beetje voeding. En hier nog een beetje voeding. Overal waar je ziet staan hier plus 23 volt. Nou, dat moet je dus kunnen meten. Hier plus 41 volt, dat moeten we kunnen meten. Nou, die 41 volt die komt ergens hier vandaan. Even kijken, 41 volt hier of 40 volt. Dus ik zoek nu een punt in het schema waar ik die spanning makkelijk zou kunnen meten. En ik begin bijvoorbeeld hier bij die plus 40 volt onderaan. En die kan ik mooi meten op deze elko of op deze weerstand. Nou, die weerstand heb ik hier gevonden. 3, 5, 4, 7. Dus ik pak een nulpunt op deze elko. Ik pak één kant van de weerstand. Ik weet niet welke kant ik moet hebben nog. Dit lijkt er niet te zijn. En de versterker moet wel aanstaan.
En dan heb ik hier 42 volt aan de andere kant van de weerstand. 43 volt. Dus ik heb plus 42 volt in plaats van 40 op het schema. Nou, dat is wel in orde. Dan heb ik hier min 16 volt en min 41 volt. En die kan ik allebei meten over de één weerstand, over deze weerstand. Want aan de ene kant van die weerstand staat 41 volt. En aan de andere kant van die weerstand staat dus 16,5 volt. En dat is weerstand 3580. Nou, die heb ik hier gevonden. En aan de ene kant meet ik deze. Min 45, min 46 zelfs. Dat lijkt een beetje hoog, maar als ik op het schema kijk, dan zie ik dat hij rechtstreeks vanaf de gelijkrichtbrug komt. En dit zal dus mee te maken hebben dat we inmiddels in Nederland tegen de 240 volt aan zitten met de netspanning. En niet zoals deze versterker denkt 220 volt. Dus daarom is die spanning misschien een beetje hoger. Dat is niet zo erg. De andere kant van die weerstand, min 17,8 volt. In plaats van min 16,5. Nou, en zo meet ik al die spanningen af. Ik ga gewoon door naar boven. Ik zoek een mooi punt om te meten. En dan meet ik of die spanningen aanwezig zijn. Dus die spanningen zijn in orde. Ik heb even mijn zelfgemaakte signaalgenerator uit de kast gehaald. En ik heb een sinus aangesloten op de cd-speleringang van 400 Hz. En een luidspreker aangesloten. Maar er komt geen signaal uit. Ik probeer ook eventjes de hoofdtelefoonaansluiting. En daar komt wel degelijk signaal uit. Ik zal het even laten horen. Schakel ik even over naar de andere kant. Het andere kanaal. En daar is niks. Oh. Rare dingen. Op het ene kanaal kan ik hem gewoon harder zetten. Dat gaat goed. Op het andere kanaal, als ik hem wat harder zet, dan beginnen beide kanalen te oversturen met die pieptoon. Maar het gekke is nog steeds, uit de luidspreker komt helemaal niks. Ik snap niet waarom ik geen geluid heb op de luidsprekers, maar wel op de hoofdtelefoon. De uitgang van de versterker, dat is deze, die gaat via die draden. Die draden heten A413, A414 voor ground en A415 voor het andere kanaal. Die gaan naar de hoofdtelefoonaansluiting. En dan gaan ze via zo'n schakelaar in die aansluiting gaan ze naar de boxen, naar de luidsprekerklemmen. Dus als je hier een luidsprekerplug indrukt, dan wordt deze verbinding met het pijltje, die wordt onderbroken. Zie je? Dus dan kan het geluid niet meer zo van hier van 4 naar 5 naar de luidspreker klemmen. Nou, bij oude apparatuur zijn die schakelaars, die contacten, die zijn wel eens slecht en dan werkt het niet lekker. Maar ik heb ze doorgemeten en ze zijn goed. Dus er is iets anders aan de hand. Er is iets raars aan de hand. Ik heb iets gevonden. En eigenlijk, elke keer als je zo'n grote zware transformator ziet zitten die aan de printplaat vastgemonteerd is, dan moet je hierop beducht zijn. Die transformator zit op de printplaat. Hij zit ook aan het plastic frame geschroefd, hoor, dat ook. Maar hij zit ook op de printplaat. En als dan een keer iemand die versterker te hard neerzet of zelfs laat vallen, dan kan het zijn tot zo'n zware transformator die aan de printplaat hangt, dan een scheur veroorzaakt in de printplaat. En dat is hier ook gebeurd. Het is heel moeilijk te zien. Ik hoop dat je het kan zien. Anders kijken we zo meteen van de onderkant. Daar zit hij. Dit is de onderkant. Hier ligt een onderdeeltje los in. Ik weet niet wat het is, maar het lijkt losgebroken te zijn. Misschien heeft iemand een keertje eerder deze versterker opengemaakt. En net onder deze rib, daar lopen die spoortjes onderdoor. Die zijn gescheurd. En we zien de scheur net aan zitten. Dus we gaan even kijken
op het schema wat daar loopt. In de service manual vind je gelukkig ook de printplaat layout. Die zien we hier. Nou, dit is precies waar we moeten zijn. Ik zal een beetje inzoomen. En we zien hier dus die transformator zitten op die printplaat. En die lijnen die eroverheen lopen, dat zijn draden. En hier zien we dus vanaf de hoofdtelefoonaansluiting komen de twee plussen van de luidsprekerklemmen. Die worden hier met die draden aangesloten hier. Maar de min van de luidsprekerklemmen, die krijgen ze hierover via de printplaat. Voor links en voor rechts lopen ze allebei apart over de printplaat. Zijn dus niet hier met elkaar doorverbonden. Want ze gaan hier namelijk naar een centraal aardpunt. Hier, onder die elko-wiro. Hier zie je dit punt en er komen allemaal spoortjes vanaf. Het zijn allemaal aarde- of massa-aansluitingen naar verschillende delen van het circuit. En ook dus naar onze luidsprekerklemmen. En precies hier loopt die scheur. Dus deze eerste twee dikke sporen van onze luidsprekers, die zijn doorgescheurd. En misschien nog wel meer. En dat zou misschien ook kunnen verklaren waarom die versterker een beetje raar gedrag vertoont. Want één kanaal lijkt goed te werken op de hoofdtelefoon. En die andere die werkt pas als je hem harder zet. En dan overstuurt hij ook gelijk. Dus ik denk dat ik de printplaat eruit moet halen. En eens gaan kijken hoe groot de schade nou eigenlijk echt is. Hij loopt hier, hier doorheen en zelfs nog door deze gaat hij ook heen. Het is behoorlijk wat schade. Volgens mij stopt hij hier pas ongeveer. Maar hier zitten geen spoortjes. Dus dit spoortje is door, deze 4 en deze 2. Dus ik ga kijken of ik die kan repareren. Dit lijkt blank koper, maar dat is het niet. Dit is een soort beschermend lak overheen. Dus ik geloof niet dat ik dit zo rechtstreeks kan vertinnen. Ik zal het proberen. Er zit een soort laklaag overheen. Ja, die smelt al een beetje weg nou. Nee. Maar dat is ook niet de manier om zo'n breuk te herstellen hoor. Je moet niet gaan proberen om met tin die breuk te overbruggen. Want dat breekt dan zometeen gelijk weer af. Dat is geen blijvende oplossing. Je moet eigenlijk gewoon het eerst volgende eilandje opzoeken. Dat is deze dus. En dan span je een draadje naar het eerst volgende punt aan de andere kant van de breuk. En dat is dus gewoon daar. Ja, het is niet ideaal met die draadjes, maar dat is nu de enige oplossing. Het volgende baantje is deze, een van de dunne spoortjes, en die komt ook vanaf het centrale aardpunt. Even kijken, die gaat hier naartoe. Dat is dus de aarding van het koelblok. Ik geloof dat je wel kan zien aan de beelden en aan het eindresultaat dat ik een beetje haast heb. Morgen zie ik mijn broer en dat is een mooie gelegenheid om die versterker terug te geven, dus hij moet vanavond af. Het lijkt misschien alsof hij het weer doet, maar het is niet helemaal waar. Let maar eens op. Tada! Oh.
Er zit waarschijnlijk nog ergens een draadbreuk of een paar componenten zitten los. Want deze box die doet het heel vaak niet. En dan rommel ik een beetje aan deze kant van de eindversterker. En dan doet hij het opeens. En deze heeft heel vaak storing. En op dezelfde manier een beetje rommelen hier ook met het koelblok en een beetje de printplaat flexen. Dan houdt het op en op een gegeven moment komt er dan uit allebei de kanalen goed geluid. Maar het is nog zeker niet in orde. Er zitten nog zeker wat dingen, ja, of los of scheuren in de printplaatspoortjes. Ik weet niet of je het kunt zien, maar deze is zeker afgebroken. Deze ziet er ook niet goed uit. Dus het is geen slecht idee om al die torren even door te solderen. En misschien even goed te kijken of ik andere verbindingen zie. En die nog even te raken. Even wat nieuw tin toevoegen. En dan gaan we nog een keer testen. Daar gaan we weer. Nou, dat was dus een leuke reparatie die eigenlijk heel anders liep als dat ik van tevoren had verwacht. Ik maak het af hoor, ik schroef hem even dicht nog, maar ik neem nu alvast afscheid, want zoals ik zei, ik heb een beetje haast. Ik heb op internet nog even gezocht naar oude brochures en folders waar deze versterker in staat. En ik heb hem gevonden in het Philips jaarboek van 1985. Ik heb een link gemaakt hieronder in de description, dat is wel een leuke folder om eens een beetje doorheen te bladeren. En voor de liefhebbers heb ik nog een hele leuke link, ook hier beneden. Dat is naar hifimuseum.info en die hebben een hele mooie collectie met brochures. En die hebben ook, voor een leuk tijdsbeeld, alle pagina's van audio en video van de WKAM-catalogus uit de jaren 70 en 80 en soms nog een beetje nieuwer ook. En dat is ook heel leuk om een beetje te zien. Daar hebben ze ook van die goedkope stereotorens die ze in die tijd verkochten. En de eerste videocamera's, die kan je allemaal daar terugvinden. Deze versterker is dus inmiddels meer dan 30 jaar oud. En het zou dus misschien geen slecht idee zijn om sommige onderdelen preventief te vervangen. Zoals die elko's en misschien de gelijkrichter. Maar zoals ik ook al zei aan het begin van de video, bij sommige versterkers vraag je je af of dat het allemaal waard is. Hey, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.